Op dinsdag 22 januari werd bij Hotel Spaander het portret onthuld van een mysterieuze Japanner die al meer dan 40 jaar wekelijks brieven stuurde naar het hotel. Wij spraken met betrokkenen die het mysterie hebben opgelost. Wat deed jou besluiten toen je die brieven zag? Daar moeten we wat mee doen. Wat was nou de trigger? Nou, puur vanuit een marketing oogpunt. Ik dacht, bewaar ze maar. Dan heb ik op een gegeven moment zoveel van die brieven. Ik heb letterlijk gezegd tegen de salesafdeling, dan ga ik in bad of zo en dan maken we een foto. En dat moet dus heel bijzonder zijn, dacht ik. Niet wetend dat ik 2 jaar later gewoon zelfs bij die man in de woonkamer zou zitten. Ja. Jij wist meteen al dat hij dit al een jaartje of 46 deed? Nee, wij dachten, ik heb natuurlijk wel navraag gedaan. En iemand zei van 15, ander zei 16 jaar. Maar pas later kwamen we erachter dat het van de man zelf, nee, hij zei geen 16, al 40 jaar. En toen viel ik wel van mijn stoel, ja. Dat is een hele stapel luchtpost. En inderdaad, je hebt het al een paar keer gemeld en ook in je krantenartikelen. Ja. Mooie postzegels. Schitterend. Ik heb een waanzinnige collectie nu. Het is ook zo, deze Mr. Kaur, zoals die schrijver heet, die gaat echt naar het postkantoor op zijn fiets. 3 keer per week dan. En dan laat hij gewoon bijzondere postzegels plakken. Dus niet zomaar postzegels, maar bijzondere postzegels. En inderdaad, is al vaker gezegd, dan denk je van, nou, er is een steekje los aan die man of zo. Maar dan kom je daar, uiteindelijk, een lange reis. Ja. En dan zie je, dat is een hele normale man. Dit is gewoon zo. Het is wat iedereen tegen me zei, ik moet eerlijk zijn, ik dacht ook van, nou, hier klopt iets niet, hè. Maar dat is naar onze normen dat je iemand beoordeelt eigenlijk. Maar toen kwamen we aan in Issa, waar hij woont. En die man, zijn vader van 93, staat gewoon de was op te hangen. Hij woont op een boerderij, eigen boerderij. En zijn vader van 93 staat gewoon de was op te hangen, buiten, de buitenlucht. Vervolgens, en die man is 93, hij lijkt wel 70. Vervolgens meneer Kaur, die staat in de deuropening naar ons te zwaaien. 64 en je denkt van, ik zie er gewoon ouder uit. Dus toen dacht ik, ze wonen heerlijk zo. Wie is hier nou gek? Ja. En ik dacht ook, van hoe kan dat nou? Dat alles wat wij doen moet maar logisch zijn in de ogen van een andere. Als het maar logisch voor jou is, waarom moet alles een reden hebben wat voor een andere logisch is? Ja. Die man niet. Die man is, ik heb hem gesproken en hij was niet gek. Nee, het was een hobby. Ja. Hij fietst een stukje. Nogmaals 64. Hij lijkt wel 40. En dan schrijft hij brieven. Hetzelfde adres staat erop. Tenminste, het meeste gaat naar Spaander, heb ik begrepen. Ja. En dan de inhoud, er zit een briefje in. Hoe is het weer? Hoe is het met jullie? Doe iedereen de groeten. Bedankt voor de informatie. Ja, dat is het. Ongelooflijk. Ja. En sterker nog, iedere keer hetzelfde. Maar als je de brieven ziet, de brieven die hij schreef ze allemaal zelf. Dezelfde afwijkingen. Ja, naar rechts naar beneden. Een beetje rechts naar beneden. Ja, ja. Bijna 1-1. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, ja. En dat wij zeggen hier van, nou, dat is een soort autisme. Ja. Hij sprak helemaal geen Engels? Nee, we hadden een Kaoru Yamamoto, ja. Die exact dezelfde naam heeft hij als die man. Die vertaalde voor ons. Simultaan, zeg maar. Ja, dat zijn, ja, toeval bestaat niet, maar dat zijn toch toevalligheden. Zo'n galeriehoudster, ja, die dan dezelfde naam heeft. Ja. 1 medeklinkertje anders. Ja. En die kan er met jullie mee, omdat ze die schilder ook kent. En die schilder gaat ook mee. Dat is, ja, exact. Bizar. Wat een verhaal. Ja, het is heel bijzonder. Maar ik denk dat als wij, dit is zo ontstaan omdat wij verder geen bedoelingen bij hadden. Kijk, ik wist dat Spaander veel meer publiciteit zou krijgen. Waarom? Lex Boon van het Parool, die had gezegd, het verhaal komt in het Parool. Ja. Dus dan is het logisch dat je weet dat je wel exposure zal krijgen, dus publiciteit. Maar verder wilden we gewoon echt een eerlijk verhaal maken. Van die man ontmoeten, weten waarom. Dus ik hoopte op een zeer filosofisch antwoord. Want dat heb ik tegen Lex gezegd. Van ja, nou, ik ga naar Japan. Want
ik kan geen genoegen nemen. Ja, ik kan geen genoegen nemen met. Ja, ik had er zin in. Ik zei, ik hoop op een zo'n filosofisch antwoord dat mijn leven opeens verbetert of mijn leven een hele andere ik weet niet, een soort allesomvattende iets. En ik heb dat antwoord heb ik niet gekregen, maar ik heb wel nieuwe inzichten. Ja, 100%. Omdat, doen we gewoon wat je zelf leuk vindt, dan gaat de wereld vanzelf door. Ja, als ik het maar logisch vind. Hey Chris, komen ze nog, die brieven? Ja, ik kwam dus terug uit Japan. Ik heb een postvak bij de receptie. En ik was nog niet terug. Er lagen weer twee brieven in de brievenbus. Ja. En nu nog steeds? Nog steeds iedere week, ja. Oh. Ja. Wat ga je daarmee doen? Nou, wat ik wil doen is een soort kunstwerk. Ja. En ook met zijn schilderijen, met het portret die Rinus van Hal heeft gemaakt. Gaan wij een soort muur maken met alle brieven. Ik weet nog niet precies wat, maar we gaan er iets mee doen. Ja. En we zullen die brieven blijven bewaren uit respect voor die man. Dat is inderdaad heel erg mooi. Ze mogen niet weg van mij. Ja. En het mooie is ook, als afsluiting, dat schilderij is geschilderd door iemand die in de stijl schildert. Van Spaander. Van hier, van Spaander, al die kunstenaars. Het is toch bijzonder. Maar dat is, ik zei dus tegen Rinus van Hal, de kunstenaar, ik zei... De juiste mix is bij elkaar gekomen. We hadden geen pretenties, we hadden geen ambities. We wilden alleen die man ontmoeten. Lex wilde een leuk verhaal maken. Hij wilde gewoon een leuk portret maken. En ik wilde gewoon weten wie die man was. En dat komt bij elkaar. En dat is de juiste mix. En vervolgens ontstaat een waanzinnig verhaal. Een lawine. Ja, bizar. Aan populaire, echt een leuke ding. Ja, echt heel veel leuke dingen. Ik was vanmorgen om 7:50 al met de radio bezig. En toch glim je nog. Maar vanavond ben ik heel moe als ik thuis kom. Ja. Hey, Chris, hartstikke bedankt. Ja, jij bedankt. En succes ermee. En volgend jaar weer een story. Ja, zeker. Wie weet. De Spaander story. Ja, wie weet. Maar ik kom bij jou op de bank zitten. Heel goed. Wanneer ontdekte jij dat dit verhaal over de brieven naar Spaander uit Japan... echt was. Geen fake nieuws, maar echt nieuws. Ja, ik heb heel lang getwijfeld. We kregen een tip op de krant over die brief en ik dacht, ik geloof het niet. En toen ben ik hier naartoe gegaan. Het was een paar weken later, want ik had nog andere dingen te doen. En ik reed naar Volendam en ik geloof het nog steeds niet. En ik kwam hier bij Chris en die had een mooie verhaal en ik geloof het nog steeds niet. En hij liet die brief zien. En toen begon ik te twijfelen. Als je zo'n hele stapel brieven ziet die exact hetzelfde zijn... En als je dan die brieven openmaakt en iedere keer zo'n handgeschreven de brief uithaalt... waar je echt kan zien van dit is echt met de hand geschreven... en de volgende brief is weer hetzelfde en weer hetzelfde. Ja, toen dacht ik, dit is niet... Dit is echt. En waarom hebben jullie besloten om er één verhaal van te maken... en niet een leuke wekelijkse serie of zo in de krant? Ja, omdat het ook met... Het ging de hele tijd... Ik dacht, ik wil het gewoon helemaal hebben. Ik wil het uitzoeken. En het was pas tot ver in de zomer dat we wisten... Van, we hebben nog gevonden, we kunnen er naartoe. En toen dacht ik wel, gaan we nu opdelen? En toen dacht ik, het is zo'n... We moeten eerst daar naartoe, want het was daar waren we in Japan. En toen dacht ik, het is gewoon één mooi groot verhaal. We hebben dan in het parool PS van het jaar, mooi eindejaarsnummer. Waar de ruimte is ook voor grote verhalen. Toen dacht ik, dat is een prachtige plek om zo'n bijzonder verhaal te presenteren. Dus een hoop mensen hebben het inderdaad ook gelezen, want het is daarna ontploft, hè? Heb ik begrepen. Wekenlang ben ik hier bijna met het verhaal bezig geweest. Iedere dag kwam wel weer een berichtje of een belletje of een tweet. Het is ongelooflijk vaak gelezen. En niet alleen door het lezen van het Parool en Parool.nl. De AD nam het over, de krant Dagblad in Noord nam het over. Zelfs vorige week is het in België gepubliceerd, in de morgen. Dus ik kreeg een heel stroom reactie uit België. Dus het gaat maar door. Ja. En Parool wordt dan daardoor bekend. Het is eigenlijk een Amsterdamse krant. Maar je bent wel ver uit de buurt nu natuurlijk. Volendam. Ver. Het kan nog verder in Japan, maar... dat was wel een verrassing. Ja. Nee, maar Volendam, we maken wel eens uitstapjes ook naar de regio. En de Parool is natuurlijk een krant gefocust in Amsterdam, maar we schrijven over alles in de hele wereld. Ja. Ik begreep uit alle verhalen, Parool, dat meneer Yamamoto, de schrijver van de brieven, zelf niet wilde komen. Hè? Dat vond hij te moeilijk, of hij heeft zijn oude vader te verzorgen. Wanneer valt nou zo'n beslissing van, dan gaan wij heen? Ja, dus dat was de eerste stap. Dacht hij, komt hier naartoe. Kan ik hier in Hotel Spaander slapen? Dat is het idee van Chris.
En die beslissing om daarheen te gaan heeft is heel laat gevallen. Want op een gegeven moment hadden we maar een telefoon. En toen dacht ik als journalist, als ik heel pragmatisch ben, ja, ik kan hem nu ook vaak wel de vragen stellen waar ik antwoord heb. En dan heb ik ook het verhaal. En het werd moeilijk om mijn hoofdredactie te overtuigen van, ja, ik moet echt naar Japan. Ja. Die zegt, ja, ik kan toch ook bellen. Maar Chris, die wilde per se naar Japan. Die zegt, ja, voor mij is het verhaal pas klaar als ik hem heb ontmoet. Ja. Dat gold eigenlijk ook voor Rinus en Kaoru, de kunstenaar en de Amsterdamse naamgenoot, die ook verraad betrokken bij het verhaal. Dus die drie waren eigenlijk overtuigd dat er heen moest. En toen dacht ik, ja, dan ga ik ook mee natuurlijk. Ja. Kaoru, dat is de galeriehoudster in Amsterdam. Ken je die al? Nee, die ken ik niet. Het kwam eigenlijk op een gegeven moment, ik had geen enkel spoor meer. Waar moesten we het nou naar zoeken? En ik zat nog steeds wel een beetje van, ja, is het dan toch niet nep? Is het allemaal echt? En toen kwam ik ontdekte dat de naam de heer Kaoru klopt eigenlijk niet. Er hoort een klinker achter in het Japans, vertelde iemand me. Dat heb ik ook in je stuk gelezen. Ja, dat klopt. En toen ging googelen met andere varianten van de naam. En toen zag ik opeens Kaoru Yamamoto in Amsterdam. Een beetje dezelfde periode naar Amsterdam gekomen als Chris zei dat de brieven begonnen. En toen begon het toch weer twijfelen. Ah, ja. Zij was kunstenaar. Is het toch niet een kunstproject? Een project. Ja. En toen ik eenmaal bij haar op bezoek was, was heel snel duidelijk dat ze er niks mee te maken had. Want ze was helemaal geen idee wat er overkwam. Maar het was wel heel fijn, want zij spreekt Japans. Ze was net zo gefascineerd als Chris en ik door die brieven. Dus zo haakte zij ook in dat verhaal. Ja, en daar kwam Rinus om de bocht kijken. De kunstenaar die het schilderij gemaakt heeft. Ja. Maar nog even over de naam. Yamamoto. Mm-hmm. Is dat net zoiets als de Vries of Jans in Nederlands? Exact, een de Vries of de Jans in Nederlands. Dus we hadden ook, het was zoeken naar een speld in Hooiberg. Er waren zoveel Yamamoto's. Ja. Dus daar kwamen we niet uit. Ja. Maar via de galerie van Kaoru kwamen jullie bij Rinus terecht. En die zei ook, oh ja, dat wil ik wel schilderen. Of hoe is dat dan gegaan? Ja, die was vanaf het begin af aan bij betrokken. En op een gegeven moment had ik... Ik zat natuurlijk wel te denken aan dat verhaal van hoe gaan we dat... Als we me vinden, wat gaan we dan doen? Hoe gaan we dat? Wat is het eigenlijk voor een verhaal? En ik was eigenlijk meteen... Ik was de eerste keer dat ik hier kwam onder indruk van de schilderijen die hier hangen. En toen kwam ik bij Kaoru en zag de schilderijen van Rinus. En die stijl paste zo goed bij elkaar... Ja. Dus dat was eigenlijk al een heel snel idee. Heb ik toen aan Chris voorgesteld van, nou, als we naar Japan gaan, moet Rinus eigenlijk mee, want die is nu ook zo betrokken bij die zoektocht. En als hij dan een schilderij maakt van die man, en we dat hier in het hotel hangen, dan is het verhaal helemaal rond. Ja, fantastisch verhaal. Hartstikke mooi. En eind van het jaar in de PS weer zo'n verhaaltje. Ja, als iemand nog een brief heeft die onderzocht moet worden, dan hoor ik het wel. Hey, hartstikke leuk. Bedankt en succes verder. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Rinus van Hal, met dubbel L in Amsterdam, is dat een beroemde naam van vroeger? Ja, ben je klopt. Daar familie van? Ja, dat is mijn familie. Ja. Heel erg mooi. Dat is alvast een fantastisch punt. Jij bent kunstschilder. Klopt. Jij exposeert in de galerie van Kaoru al? Dat deed je al. Ik heb in november 2017 had ik mijn debuut tentoonstelling in de Kiel's Art Salon. En die tentoonstelling duurde voor 3 maanden... En na afloop van die tentoonstelling volgde een andere tentoonstelling, waarop een periode volgde dat er helemaal niks gebeurde. En toen heb ik daar in de galerie mogen schilderen. Dus ik heb dat als atelier mogen gebruiken. En in de periode dat ik die ruimte als atelier gebruikte, kwam de journalist Lex Boon binnenwandelen. Dus die zag mijn schilderijen om zich heen. Dus dat was mijn introductie, mijn weg in het verhaal van... Ja, want dat is een mooi verhaal van Lex. Die constateerde dat jij dezelfde manier van schilderen hebt als de heleboel schilderijen die hier al hangen. Hè? Van die oude schilders die betaalden met hun schilderijen. Ja. Heb jij een oude geest of zo? Nou, ik weet niet of ik een oude geest heb, maar ik ben een autodidacte schilder. Ja. Dus ik heb geen opleiding genoten. En ik ontdekte dat schilderen mijn passie, mijn lust in mijn leven is. En... In zoektocht naar techniek heb ik veel gekeken naar de Hollandse meesters, naar de oude meesters. Ja. Dus ik heb heel veel uurtjes gespendeerd in het Rijksmuseum en gekeken naar de grote meesters en geprobeerd hen te kopiëren, na te doen. Maar dat had je al in jezelf dan blijkbaar? Ja, bleek. Het kwam heel erg natuurlijk aanwaaien. Dus ik ben in die stijl verder gegaan en ik heb iets met mensen. Dus ik wil heel graag mensen portretteren. En zodoende paste mijn stijl en de toevalligheid dat mijn galeriehoudster precies dezelfde naam heeft als de man uit Japan... past het allemaal heel erg mooi samen. Ja.
Dus jij denkt, ja, daar moet ik mee naar Japan. Ja. Dat ging meteen goed. Ja, het ging meteen goed. Het was uiteindelijk het idee van of Lex of van Chris om mij mee te nemen. Omdat zij de kans schoon zagen. We hebben een hotel vol met klassieke schilderijen. Ja. En we zouden heel erg graag een portret van deze bijzondere man willen opnemen. Alvorens ze wisten hoe hij eruit zag. Ja. Dus dat is ook heel erg goed. En nou, dan komen jullie in Japan aan. Dan heb jij dan al een beeld in je hoofd hoe zo'n man eruit kan zien? Niet helemaal, maar ik ben er wel vanaf het begin bij geweest toen het eerste contact met deze man tot stand kwam, telefonisch. En we hadden van tevoren wel het idee dat er iets niet helemaal normaal aan hem was. Op basis van de manier waarop hij onze vragen beantwoordde. Heel erg kort, heel erg direct. En we hadden in ieder geval geen hoge verwachtingen. Geen warme gevoelens. Hij was heel erg vriendelijk aan de telefoon, maar kort. Maar kort. Ja. En op het moment dat we aankwamen, dat was nog heel erg spannend. Lange reis achter de rug en een lange reis van het vliegveld naar de plek dicht bij zijn huis. Hebben we contact met hem opgenomen van we komen morgen. En toen wou hij afzeggen. Dus dat was ook eventjes schrikken. Ja. Maar uiteindelijk daar toch terecht gekomen. En het was heel erg bijzonder om hem te ontmoeten. En dan heb je opeens een gezicht bij het verhaal. En het is echt het meest aandoenlijke, lieve gezicht wat je erbij kan bedenken. Heel erg gastvrij, heel erg, hoe zeg je dat? Echt een pure geest. Nou, warm dus. Ja, een pure geest. Hey, en dan zie je dat hoofd, die meneer, die man, met zijn vader. Dan denk je van, nou ja, als hij 64 is en hij ziet eruit als 40, dan denk ik van, er zit geen rimpeltje in dat hoofd. Ja. Hoe moet ik dat schilderen in godsnaam? Want hier hangen wel erg gerimpelde oude koppen natuurlijk. Ja. Maar jij had meteen wel een beeld van, zo ga ik het doen. Ja, ik had een beeld al van tevoren. Ik wil hem het liefst met een brief portretteren, omdat het bij het verhaal past. En ik wist niet wat zijn karakter precies zou zijn, maar hoe het is gegaan. De eerste dag gingen we daar naartoe en de eerste dag stond meer in het teken van uitvinden waarom doet deze man het. Ja. Dus de eerste dag. Zijn karakter. Dus de eerste dag waren meer vragen van waarom. Waar uiteindelijk bleek, er is niet echt een reden. En de tweede dag stond in het teken van het schilderen. Dus er was de tweede dag al een iets relaxere atmosfeer. We hadden al kennis gemaakt en de delegatie was ietsjes kleiner. Omdat Chris de tweede dag al verder was gegaan met zijn reis. Maar ik wou vooral zijn zachtaardigheid portretteren in zijn gezicht. Dus weinig rimpels inderdaad, maar hij had een hele aandoenlijke lieve lach. Ja, ja. En die wou ik, een soort onschuld zit erin. En wat je ook vertelde, dat hij dus altijd naar beneden keek. Is dat een soort verlegenheid? Want dat is natuurlijk moeilijk schilderen. Ja, pure verlegenheid. Ja. Dus laat het duidelijk zijn, de man wist zelf niet dat hij geportretteerd zou worden. Dus dat was voor hem ook een verrassing. En ik kwam daaraan met mijn kleine ezeltje. Je zit op de grond. En met mijn schilderspullen bij me. En ik was klaar om te gaan schilderen. En we hadden helemaal niet echt een besef van hoe lang ik daar zou kunnen schilderen. Dus de eerste gedachten waren, nou, ik probeer zo ver mogelijk te komen. Want ik ben een relatief snelle schilder. Ik kan best wel snel schilderen. Maar het bleek heel erg lastig, omdat hij alsmaar naar de grond bleef kijken. En dat was moeilijk. Dus ik vroeg aan Lex en aan Kauru, kan je alsjeblieft vragen blijven stellen, zodat hij omhoog bleef kijken. Dus uiteindelijk ben ik best wel ver gekomen met een soort oorspronkelijke schets. Ja. En het was heel erg mooi om te zien dat zijn vader, 93-jarige vader, heel erg geëmotioneerd was over de schetsen alleen al. Mooi. Ja. En uiteindelijk ook nog foto's gemaakt en op basis van foto's heb ik het af kunnen maken in Amsterdam. Ja. Hebben jullie nu nog contact met deze meneer? We hebben daarna geen contact meer met hem gehad. Maar hij weet wel hoe het portret geworden is? Weet hij niet, maar ik ga heel binnenkort weer terug naar Japan. Kijk aan. En wellicht breng ik een bezoekje en dan nemen we heel veel dingen voor hem mee. Ja. Erg leuk. Ja. Rien, is hartstikke mooi. Nou, je hoorde net aan het applaus toen het doek eraf viel.
Ik hoorde vertellen, het zat met twee punaises in een 145 jaar oude houten muur. Dus maar het is verschrikkelijk mooi geworden. Het is echt, hij glans je tegemoet, die man. Dat is echt mooi. Ja, dankjewel. En jij ook bedankt voor het interview. En graag succes gedaan. Verder. Ja, dankjewel.